Twee personen die bij deze actie zijn aangehouden, behoren nu tot de slachtoffers. Zij zouden worden gedagvaard en waren in afwachting van hun strafzaak op vrije voeten gesteld. Of er verband bestaat tussen het feit dat ze nu als slachtoffer zijn aangetroffen en hun aanhouding destijds, is natuurlijk onderwerp van onderzoek.